In het centrum van Middelharnis heeft brand gewoed in een historisch pand aan de Voorstraat. Achter het voormalige restaurant was een deel van de aanbouw. Daar is de brand vermoedelijk ontstaan en die is doorgeslagen naar een naastgelegen schuur. Wat maakte de brand zo moeilijk om te bestrijden? Het zijn oude panden, dus dat betekent dat het brandbaar materiaal is. Houten vloeren, houten plafonds. Dus die brand die kan zich vrij snel uitbreiden, wat we dan niet kunnen zien. Dat is ook de reden dat we fors hebben ingezet met materieel. We staan hier met 4 à 5 blusvoertuigen. Moesten mensen hun huis verlaten? Ja, in het pand zelf waren ongeveer 4 mensen aanwezig die daar woonden. Maar ook de naastgelegen buren die hebben hun pand verlaten. Dus totaal zijn 15 mensen uit de woning gegaan en in de omgeving opgevangen.